En daar had iemand op gereageerd. En die had er twee en die woont echt... Er is iemand komen binnenstormen. Jullie weten niet wie. Zo'n gezellige dag. Eerst kwam ze, dat gaan we online doen. Maar dan moeten we wel even uitzoeken. Een wishlist hebben we al gehad. Ja. En het zijn zoveel leuke dingen. Ik ben weer trots op mezelf. Goedemorgen, het is zondag en ik ben al aardig tijd wakker, alleen Denise belde me, toen was ik wel wakker, nog niet zo lang, maar ik lag nog in bed en toen heb ik eigenlijk, totdat ik net ging douchen, met Denise aan de lijn gezeten, maar hij zit ook echt in zijn mond, maar blijft niet zitten. Komt ook omdat die achterkant net te kort is om omhoog gedragen te worden. Maar goed, de hele tijd gebeld totdat ik ging douchen. Toen heb ik aangekleed opgemaakt. Toen was ik ook nog bezig met Sarah, want die leest natuurlijk echt verschrikkelijk veel. En ik had op zo'n weggeefhoek een oproep geplaatst voor Pinkeltje Daily, die ze nog niet heeft. En daar had iemand op gereageerd. En die had er twee en die woont echt, nou ja, hier in de straat, bij toeval. Ik ken die mevrouw niet. Maar ik legde Sarah uit waar ze naartoe mocht om het op te halen en... Die kon gelijk die hele mevrouw omschrijven. En dat klopte ook met de foto. Dus die wist het gelijk. Dus die is dat nu aan het ophalen. Maar even wilde ik dat goed uitleggen. Rare zin. Dus eigenlijk de hele tijd bezig geweest. Ik heb ook nog steeds niet gegeten. Het is 10:10. Ik moet echt wat gaan eten. Moet ik ook zeggen dat ik 's ochtends nooit heel erg honger heb. In mijn vrije dagen, omdat ik rustig opstart. Heb ik vaak ook later honger. Even brood roosteren en even wat fruit eten en dan gaan we doen. Ik ben benieuwd of ze zo terugkomt of het helemaal goed is gegaan. Ik ga er wel vanuit. Dus het is zo fijn dat het in de straat is, want dan weet je, is het toch zelf, maar je weet toch waar ze is. Het is natuurlijk alle buren en hier kennen elkaar wel. Oh, ik hoorde kloppen. Kijk, Sarah heeft de boeken en ze is helemaal blij. Er is iemand komen binnenstormen. Jullie weten niet wie. Ik mocht niet zien dat ik aan de vlag ben. Wie is het? Nu. Zo'n gezellige dag. Eerst kwam Ser even spontaan langs. En die ging weg. Toen kwam mijn schoonvader langs. Ik moet zeggen, we hebben spelletjes te spelen en... Tijd ging zo snel dat ik eigenlijk de camera niet eens meer heb gepakt. Die is nu weg en nu komt mijn vader wat ophalen. Want ik heb tuintegels die hij wil gebruiken om zijn tuin op te hogen. En die zijn hier over. En omdat we de tuin binnenkort natuurlijk gaan doen en dan wordt het restant tegels afgevoerd, moet hij nu kijken wat hij nog wil. Dus die komt zo ook langs. Dus ik kom niet toe aan alles wat ik wil doen, maar ik heb het verschrikkelijk naar mijn zin vandaag. Ik ben vandaag alleen maar vol bloed naar haar aan het rennen. Ze zijn buiten spelen met Mila. Maar die heeft elke keer wat nodig. Ik was elke keer bij mijn vader en mijn broertje aan het meekijken. En nu is het dan tijd om te koken. Marco belde net ook. Die is wel op tijd voor het eten zo. Toen wist ik het even niet meer. Even denken. Even de aardappeltjes bakken. Gaan lekker rotti eten. En dan rotti met crème fraîche. Want dan vindt ze dat ook lekker. Anders vindt ze het te pittig. Dus ik ga gewoon van knorwereldgerechten die maken. Dus maar dat werkt dus wel. Als je kinderen het goed vinden, gewoon een bakje crème fraîche toevoegen aan de saus. Iets minder water. En dan de crème fraîche werkt perfect. Is het lekker? Ja. Ah, bah. Hand voor je mond of een duimpje als het lekker is. Gegeten en ik ga nu met Sarah. We hebben trouwens een rommeltje weer van je kamer gemaakt. Sorry, maar wil je niet gaan we even een paar dingetjes uitzoeken vast uit de kast. Teken? Sarah, die heb ik even opgehaald. Wil je die even vast gaan passen? Want ik moet ze wel even zien. En zoek ik nog even een paar dingetjes uit je kast en die gaan we dan vast proberen. Ja. En dan gaan we elke keer kijken wat er al past en weg kan. Jullie mogen zo even kijken. Ja, ze mag.
Nou, we gaan niet alle dieren zomaar laten zien. Het ligt eraan wat je aan hebt. Maar we gaan het nu in etappes doen. Want we hebben het elke keer op de planning staan. Want meestal ergens in begin april gaan we een dagje winkelen. Nou ja, nu met al die rare regels. Het slaat nergens op. 10 minuten kan ik niet met Sarah in de winkel shoppen. En dan kan je daarna een nieuwe afspraak maken en een week later weer 10 minuten. Nou ja, dan ben ik een half jaar bezig. Dus dat gaan we online doen. Maar dan moeten we even uitzoeken. Een wishlist hebben we al gehad. Ja. En het zijn zoveel leuke dingen. Vol eethuis leuk. Maar we gaan nu dus elke keer een etappe doen. Zodat we dadelijk wel weten wat er overblijft en wat er weg kan. Ja. En het mooie is, je hebt toch je eigen kleren nu al uit. Die gooi ik gelijk in de wasmand. Want je gaat daarna toch douchen. Dus we hebben dat ook gelijk al gedaan. Dat scheelt. Ik heb net de hele tijd geëdit. Want ik had gisteren er geen zin om mijn laptop überhaupt aan te zetten. Dus dat heb ik nu gedaan, afgemaakt. En nu ga ik wat eten maken voor mezelf. Ik ben weer trots op mezelf. Lijkt die ver ingezoomd? Oh, vaag. Ik ga weer op tijd naar bed. Ik heb de bakje en beker klaargemaakt. Nou, wat doet hij raar. Hij staat absoluut niet op inzoomen. Dus waarom die inzoomt, ik weet het niet. Maar goed, ik heb de vaatwas nu aan. Ik heb de kamer opgeruimd. Dus ik ga naar mijn bed toe. Ik wil je nog wel even bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Wat doet dat ding raar. Ik heb gewoon echt mijn vinger tegen het knopje dat hij uitzoomt. En toch zoomt hij in. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar goed, tot morgen.